Lieve allemaal, vorig jaar met, echt precies een jaar geleden op de nieuwjaarsreceptie, stond ik hier met een brok in mijn keel. Met een bos bloemen die ik toen kreeg en al voor de 12 jaar die ik hier in de Leidse gemeenteraad heb mee mogen draaien. En ik had niet gedacht en niet gedurfd dromen dat ik een jaar later op eenzelfde receptie nu hier zou staan. Met zoveel energie weer en ook blijheid, omdat ik heb het vertrouwen gekregen van de partij om nu op nummer 4 te staan bij de lijst van de kandidatenlijst voor het CDA voor de Provinciale Statenverkiezingen. En dat is echt een grote eer, want daarmee heb ik toch echt wel een hele redelijke kans om in de Provinciale Staten te komen. En om die staten te leren kennen heb ik bedacht, ga ik vloggen. En hoe vreselijk dat al vond de afgelopen 12 jaar, zo leuk vind ik het nu. Niet in de laatste plaats, omdat ik zelf de montage mag doen. En dat scheelt een heleboel. Dat zien jullie ook wel, maar ik heb vreselijk veel plezier in. En dat brengt dan ook meteen aan bod, of aan het licht van hoe ik graag wil gaan werken. Namelijk, ik wil de provincie in. Ik wil de mensen daar leren kennen. Ik wil weten wat zij voor de Zuid-Holland kunnen betekenen, maar ook wat Zuid-Holland voor hun kan betekenen. En het interessante is dat ik nu al zie dat er veel is wat we voor elkaar kunnen doen, maar dat er ook veel onderwerpen zijn, geluidsschermen, bruggen die verkeerd open en dicht gaan op verschillende tijdstippen. We staan daar niet alleen in. Dat soort problemen zie je ook bij andere gemeentes terugkomen. Kortom, ik heb het gevoel dat als je de handen in elkaar slaat, dingen samen doet, dat je dan ook in de provincie zelfs verder kan komen lokaal. En het leuke van het CDA is dat het natuurlijk in de hele provincie, in elke gemeente goed vertegenwoordigd is. En dat we daarmee eigenlijk een lokale partij zijn met in dit geval een provinciaal netwerk en daar wil ik heel graag aan meewerken. Vandaag is ook een bijzondere dag, want vandaag zijn alle campagnefilmpjes online gezet. En daarom wil ik afsluiten met mijn campagnefilmpjes. Ik ben Monique Zandeek, ik ben 54 jaar, geboren in Den Bosch en ik heb hier gestudeerd in Leiden en daar ben ik nu blijven hangen. Mijn man en ik hebben onze twee kinderen opgevoed met de waarden die wij van onze ouders hebben gekregen. Zoals het ontdekken van je eigen talent, meedoen in de samenleving en daar ook verantwoordelijkheid voor durven nemen. Vanuit deze waarden ben ik de afgelopen 12 jaar raadslid geweest in Leiden. En ik heb met veel bewoners samengewerkt voor de leefbaarheid in deze stad. Als statenlid wil ik me inzetten voor een schone lucht, een gezonde leefomgeving en heel concreet, de bruggen dicht in de spits. Ik sta voor diversiteit in de stad en in de dorpen. Ik ben tegen gedwongen fusies. Daar ga ik de komende 4 jaar graag mee aan de slag.